Meer dan een kilometer boren voor een nieuwe watertransportleiding tussen Rozenburg en Maassluis. Onder de nieuwe waterweg door. Dat is een bijzondere klus. Vooral vanwege de omgeving. Dicht bevolkt, oude veendijken, primaire waterkeringen en een spoordijk. Mede daarom bundelen opdrachtgever Evides Waterbedrijf, ingenieursbureau Rotterdam Engineering en aannemersbedrijf Van Vulpen de krachten in een bouwteam. Daarin denkt iedereen vanaf het begin mee over ontwerp, planning, uitvoering en omgevingsmanagement. De nieuwe drinkwaterleiding is nodig omdat de oude moet wijken voor de bouw van de Blankenburgtunnel. Het gaat om een stalen buis waarvan de delen van tevoren aan elkaar worden gelast. Omdat de leiding in zijn geheel het boorgat wordt ingetrokken, is veel uitlegruimte nodig. Aanvankelijk is dit de bedoeling: de boorstreng uitleggen aan de Rozenburgse kant dwars door het dorp. Deze optie is niet haalbaar. Te veel overlast. Bovendien dient zich een alternatief aan. De boorstreng uitleggen aan de Maassluizenkant over de spoordijk. Door werkzaamheden aan het spoor rijden er tijdelijk geen treinen. Dat maakt deze variant haalbaar, maar niet makkelijk. Achter de dijk ligt een waterrijk natuurgebied. Daar zijn tijdelijke wegen nodig en pontons om de boorstreng uit te leggen. Ook zijn de herstelkosten hoog. Toch werkt de bouwteam dit ontwerp uit en gaat in gesprek met de omgeving. Naar aanleiding daarvan bedenkt het team maatregelen tegen overlast. De bentonietplant voor het prepareren van de boorvloeistof komt buiten de bebouwde kom. De bouwhekken krijgen geluidswerende doeken. En de boorvloeistof wordt ter plekke gerecycled, waardoor veel minder transportbewegingen nodig zijn. Bovendien wordt gekozen voor een intersectieboring. Daarbij boren twee machines naar elkaar toe met een gyroscoop met navigatieapparatuur. Als de boorkoppen elkaar bijna treffen onder de nieuwe waterweg, trekt één boorkop zich terug en gaat de ander door het boorgat mee richting het uittredenpunt. Zo blijft de druk op de boorvloeistof beperkt, wat het risico op een blow-out verkleint. Uiteindelijk komt het bouwteam op advies van Van Vulpen met een nog beter plan. Niet recht boren, maar in een flauwe bocht. En die bocht zo ver doortrekken dat de intrekboog precies langs de spoordijk past en deze niet hoeft te kruisen. Dit blijkt de beste oplossing. De boorstreng kan de vereiste kromming aan en langs de spoordijk is precies genoeg uitlegruimte. De voordelen: minder overlast, minder belanghebbenden, niet uitleggen over het water, nauwelijks tijdelijke wegen en aanzienlijk minder herstelkosten. De keuze voor een intersectieboring hangt nauw met deze variant samen. Daarbij ligt het intrekpunt vast, een absolute voorwaarde als de uitlegruimte zo beperkt is. Het bundelen van kennis in een bouwteam werkt. Het leidt tot de beste oplossingen voor de uitvoering van complexe projecten met oog voor de omgeving.